In de video van vandaag ga ik het met jullie hebben over PDT, een ontzettend handige tool om meer inzicht te krijgen in jouw portfolio. Dit is een tool die ik al lange tijd gebruik en heb je misschien al eens voorbij zien komen in mijn portfolio video's. En vandaag ga ik met jullie wat dieper induiken hoe die tool werkt, wat het is. En de reden waarom ik dit nog even met jullie wil bespreken op dit moment is omdat vanaf 1 maart de prijzen omhoog gaan. Op dit moment kost een maandabonnement €7,50 per maand. Maar als je voor een jaar afsluit is dat €60. Dan krijg je dus 4 maanden korting op een heel jaar. Maar als je dat na 29 januari doet, dus vanaf maart, dan gaat die prijs omhoog naar €75 per jaar. Mocht je dus voor een langere periode deze tool willen gebruiken, wees er dan snel bij, want tot einde van de maand kan je dus met korting deze tool aanschaffen. Ik ga jullie in deze video dus even vertellen wat deze tool is. Ik ga hem zo laten zien en dan laat ik ook zien hoe ik hem gebruik. Ik ga je vertellen wat je er allemaal mee kan doen en waarom het zo handig is. Want bij jouw broker heb je vaak een aantal hele goede features. En dat is namelijk dat je het heel makkelijk en snel aandelen kan kopen en verkopen. Maar echt inzicht geven in je portfolio, dat doen ze vaak niet. En daar is deze tool heel handig voor. Een leuk feitje is, een jaar of 2 geleden was ik zelf al aan het nadenken om zo'n tool op te gaan zetten. Ik miste namelijk een beetje een applicatie waarin ik meer inzicht kreeg in mijn portfolio. Ik heb een tijdje met een Excel gewerkt, maar ik wou dat groter oppakken. En ik was er serieus over aan het nadenken om zo'n tool te laten bouwen. Ik was zelfs aan het kijken met iemand die eventueel geld zou kunnen schieten voor dit project. Om zoiets op te gaan zetten. Ik dacht, ik heb al een klein publiek waar ik het aan kan laten zien en mee kan testen en gaan starten. En vlak daarna kreeg ik eigenlijk een bericht van Pim van Jong Beleggen de Podcast. Die nam contact met mij op of ik misschien zijn tool wou proberen. En zodoende heb ik dat gedaan. En eigenlijk over de afgelopen jaar, 2 jaar, werk ik nu al altijd met die tool als het gaat om mijn portfolio. En dat is even in het kort hoe ik bij deze tool kom en waarom ik deze video vandaag maak. Mocht je dus interesse hebben in PDT, dan kan je je aanmelden via de link in de beschrijving. En als je een jaarabonnement afsluit voor het einde van de maand, dan krijg je dus een korting. En dan betaal je slechts €60 voor een heel jaar. Met dat gezegd te hebbende, wissel ik het beeld even om naar mijn PC en neem ik jullie mee in PDT. Zoals je kan zien zit ik nu in de Portfolio Dividend Tracker en hierin zie je gelijk het hoofdscherm waar je op terecht komt als je inlogt en je jouw portfolio hebt ingeladen. Zoals je kan zien zie je nu dus ook een deel van mijn portfolio en ik ga jullie met mijn portfolio even laten zien hoe de applicatie, hoe deze tool nou precies werkt. Nou, in eerste instantie kom je dus uit op je portfolio scherm en daarin kan je gelijk heel veel van jouw portfolio zien. En dit is heel veel data die je bij jouw broker vaak niet kan zien, maar die je wel heel veel inzicht geeft. Bijvoorbeeld over de samenstelling van jouw portfolio. En wat je hier heel mooi kan zien is dat ik bijvoorbeeld heel erg zwaar in informatietechnologie belegd zit. Luxe consumentengoederen, financiële diensten en dat soort zaken. En je kan het dus ook zien per sector wat we hier doen, maar ook per land waar je in geïnvesteerd zit. En daar zie je dat ik vooral in Amerika zit, maar ook bijvoorbeeld per valuta of per beurs, per effectentype. En zo kan je een heel goed beeld krijgen eigenlijk hoe jouw portfolio is samengesteld. En een goede spreiding kan voor veel mensen een belangrijk deel zijn van hun strategie. En dan kan je dus op deze manier zien hoe jouw spreiding in elkaar zit. Wat ook interessant is, wat je mogelijk heel graag wilt gebruiken. Ik gebruik hem hier zelf niet voor, maar is een strategie. Je kan namelijk aandelen op een strategie toewijzen. Maar ook heel interessant is dat je naast aandelen ook bijvoorbeeld crypto, je cashpositie, edelmetalen en dat soort zaken allemaal hierin kan toevoegen. Dan kan je daar bijvoorbeeld verschillende strategieën aan toekennen en dan kan je een heel duidelijk beeld krijgen bij hoe jouw volledige portfolio er nu bij staat. Ook kan je dat zien bijvoorbeeld per broker, je kan het toewijzen aan een broker. Ik zit zelf bij de Giro, dan gaat het automatisch. Maar dan kan je als je bij meerdere brokers zit, dat ook bij meerdere brokers hierin erin zetten en dan kan je dat heel mooi zien. En zo kan je dus van al deze zaken heel goed een beeld krijgen hoe jouw portfolio nou precies in elkaar zit. Nou, als we verder naar beneden gaan, dan zien we ook alle posities in mijn portfolio. Het mooie daarin is wat je ook kan zien is de waarde, dividenden en winst en verlies, nou dat soort zaken. Maar het mooie is, ik heb hierin alleen neergezet of aangezet wat ik interessant vind. Als we hier op de tabelindeling klikken, dan zie je dus een hele hoop zaken die je aan kan vinken of uit kan vinken. Stel, je gebruikt de strategie en die wil je hierbij erbij zetten, dan kan je dat doen, dan komt hij erbij. Wil je zien wat de huidige effectprijs is, dan kan je dat zien. Nou, voor mij vind ik dat bijvoorbeeld niet belangrijk, maar dat zijn dingen die je allemaal kan aanpassen. Nou, de gemiddelde aankoopprijs is misschien wel een interessante, dus die laat ik bijvoorbeeld even aanstaan. En zo kan je heel makkelijk heel veel inzicht krijgen dus in jouw portfolio.
portfolio. En wat ook heel interessant is, is dat je zo'n aandeel kan aanklikken. En dan kan je daar ook een hele hoop van zien. Bijvoorbeeld aan wat voor strategie die toebehoort, maar ook een hele hoop andere zaken. Maar verder ook de gemiddelde aankoopprijs, de huidige prijs, totale waarde, et cetera. Dat zijn een aantal dingen die heel interessant zijn. Vooral het portfoliogewicht maakt het heel interessant. Maar ook een aantal dingen die je bij de Giro iets minder duidelijk kan zien. Zo zie je hier bijvoorbeeld je totale winst en verlies. Ik heb nu 2 jaar en 2 maanden. Je kan de ongerealiseerde winst en verlies zien. Dus wat je nog niet hebt gerealiseerd, wat je wel hebt gerealiseerd. Nou, ik heb dus niks verkocht. Dividenden kan je zien, maar ook de transactiekosten. En hier zie je 0 euro. En dat komt omdat ik ze heb gekocht in een tijd dat je de ETF's uit de kernselectie gratis kon kopen. Maar kijken we bijvoorbeeld naar een recente aankoop van mij, Lam Research. Dan zie je meer kosten met zich meekomen. Ik heb 2 keer een positie hiervan aangeschaft. Dus dat is 2 keer 2 euro. En dan zie je dus dat 0,12% komt van de transactiekosten. Nou, verder zie je nog een aantal andere zaken. Dividenden die ontvangen zijn. En dus gerealiseerde en niet gerealiseerde winst en verlies. Dat kan je ook heel mooi hier zien. En ook heel interessant, als je je muis hier ophoudt, kan je zelf zien waar de winst vandaan komt. Dit is in de Giro zelf bijvoorbeeld niet mogelijk, bij veel andere brokers ook niet. Maar daar zie je bijvoorbeeld dat dit jaar de winst vanuit de koersprijs, de effectenprijs, is 24,77%. De winst door, door koerswisseling is 0,53%. Nou, in dit geval is daar niet zoveel verschil, maar kijken bij een aandeel van langere termijn. Dan zie je bijvoorbeeld dat de winst door de wisselkoers bij Microsoft, die ik al ruim hier 3 jaar en 3 maanden heb, zie je dat dat gewoon 15% is. Dus het is niet eens alleen de aandelenkoers die heel veel winst geeft, maar ook de wisselkoers. En hier kan je dat zien. Dat kan natuurlijk ook zijn dat het verlies maakt, maar dat kan je allemaal heel mooi inzien in deze tool. Dividenden kan je ook hier mooi terugzien in een overzicht. Nogmaals, als je dividendbelegger bent, is het heel interessant. Eventuele acties die er zijn gedaan. Ik heb hier dus een aankoop gedaan. Ik heb dividend ontvangen en ik heb weer opnieuw een aandeel gekocht. Nou, daarnaast staan er nog een hele hoop andere dingen die je kan zien in Portfolio Dividend Tracker. Bijvoorbeeld de prestaties. Een van de toch wel mooiere features in deze tool is dat je kan zien hoe jij presteert ten opzichte van de beurs. Bijvoorbeeld, op dit moment staat hij op year-to-date. Je ziet al, mijn year-to-date rendement is 6,4%. En dit kunnen we aanpassen naar bijvoorbeeld afgelopen week, afgelopen maand, jaar, of zelfs vanaf het begin of volledig custom. Nou, in dit geval ga ik het even laten zien met de year-to-date rendement. En dan zie je bijvoorbeeld de waardegroei van dit jaar voor mij is 5.800 euro. En als we kijken naar de winst, puur de winst, dan zie je dat is 2.800 euro, oftewel de andere 3.000 euro, dat is aan stortingen. En de winst is namelijk dividend en de koersgroei minder gemaakte kosten. En je kan hier op een hele hoop filteren, bijvoorbeeld op de All World. En dan zie je dat ik op de All World nou een mooie outperformance heb. Je kan hem ook volgen. En dan zie je op dit moment dat ik gewoon 1,5% beter presteer dan de All World. Dit kan je ook doen voor de S&P 500. Dan zie je dat hij daar het iets beter doet. En de AEX, de Nederlandse beurs. En ik weet dat er in de feature log nog zelf staat dat er meer opties komen voor een voor meerdere benchmarks. Nou, als je kijkt naar de waardegroei, kan je ook heel mooi zien hoe dat loopt. Waardegroei is dus de totale portfolio. En daar zie je dat ik hier een storting heb gedaan. En daarom is dat ook een flinke stijging. Je ziet namelijk de accountwaarde en de stortingen. En zo kan je dat heel mooi volgen. Dividend kan je ook heel mooi zien. Ik beleg niet zoveel in dividend, maar het is een hele handige tool. En ik zag op de roadmap ook dat er meerdere opties nog staan om het uit te breiden. In ieder geval om meer opties voor dividend aandelen neer te zetten. Ik ga jullie dus ook nog even naar die roadmap laten zien hoe dat er precies uitziet. Maar heel interessant dus. Ook de gemaakte kosten die kan je hier zien. En dan kan je per week zelf zien. Je kan het ook aanpassen per maand. Kan je dus die gemaakte kosten zien die je maakt bij de broker. Die je normaal gesproken niet ziet. Want vaak zijn die kosten een beetje, die mis je een beetje. Maar hier kan je die dus wel heel mooi zien. Nou, en naast dus de benchmark kan je daarna ook zien hoe jouw portfolio het doet. Hieronder zie je dat bijvoorbeeld heel mooi. En dan kan je precies zien hoe jouw portfolio in deze tijdspanne, in dit geval voor mij dus de year to date, kan je precies zien hoe jouw aandelen het hebben gedaan. Ik heb hem nu op rendementsbijdrage gefilterd. Dus dat is het rendement op mijn portfolio. Zo zie je bijvoorbeeld Crocs, die is 21% gestegen. Nou, dat is natuurlijk een klein deel van mijn portfolio. Maar dat heeft 2,38% van mijn winst dit jaar, heeft er eigenlijk aan bijgedragen. Dat is 1000 euro, 1050 euro winst door alleen Crocs. En ik kan bijvoorbeeld ook heel mooi zien dat Crocs ruim 1% meer geworden is in mijn portfolio. Zo had ik aan het begin van dit jaar dus 9,28% van mijn positie in Crocs. Nu is dat 10,33%. Nou, Lam Research is flink gestegen. En dan zie je bijvoorbeeld ook Microsoft is in positie gestegen. Hè? 500 euro stijging, 1,2% heeft het aan bijgedragen. Maar toch is het gewicht in mijn portfolio minder geworden. En dat komt door bijvoorbeeld stortingen en dus de groei van andere aandelen. Nou, naast die prestaties is er ook een nieuwe tool die je kan gebruiken, of eigenlijk een nieuwe functie in de tool. Dan kan je hierop klikken en dan kan je namelijk
rendementen berekenen. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, ik reken met een rendement van 8%. Ik zeg, ik stort bijvoorbeeld 200 euro per maand. En dan kan je precies zien hoe jouw portfolio groeit over 30 jaar tijd. En dan zie je bijvoorbeeld, in mijn geval, als ik dit zou doen, in 30 jaar tijd is dat 648.000 euro waard. En dan kan je ook een beetje mee spelen. Zeg je beleg maar voor 10 jaar, dan kan je dat zien. Maar stel je wilt bijvoorbeeld meer inleggen en je wilt nog langer beleggen. Nou, dat zijn allemaal dingen die kan je berekenen met deze tool. Dat geeft je een gemiddeld iets, een gemiddelde weergave over hoe dat dan zal verlopen. En natuurlijk ga je nooit elk jaar 8% rendement behalen. Maar stel je doet dat over een langere periode, dan is dat wel een gemiddeld rendement wat je zou kunnen behalen. Nou, daarmee kan je dus rekenen naar je eigen wensen. Nou, mocht je nou gebruik willen maken van de applicatie en ga je dus jouw data moeten inladen, dan kan je dat met de Giro heel makkelijk doen. Je kan bij de Giro namelijk een export creëren. Dan kan je naar het tabje acties gaan en dan kan je in één keer importeer acties klikken. Als je dat wil doen van de Giro, dan kan je dat ook via hier doen. En dan zegt hij heel duidelijk waar je moet wezen om zo'n export te maken en om te importeren. Dit kost je maximaal een minuutje werk. Dit doe ik één keer per maand om even al mijn acties te importeren. En dan kan je heel duidelijk zien waar het vandaan komt. Je kan het ook met een Google Sheets doen. Dan kan je een Google Sheets koppelen hieraan met een template die je kan gebruiken. Heel makkelijk. Mocht je dus niet bij de Giro beleggen, dan kan je het op die manier doen. Nou, al jouw acties komen dan in de applicatie te staan. Die kan je hier heel mooi terugvinden. En dan weet je precies wat er is gebeurd in jouw portfolio. Dus niet alleen wat je koopt en verkoopt, maar ook je geldstortingen, eventuele externe kosten die je maakt, dividenden die je ontvangt, etc. En dat geeft je een heel mooi beeld daarbij. En dan wil ik nog een paar extra dingen laten zien. Wat ik heel interessant zelf vind is, je kan dus ook hier jouw CAGR berekenen. Oftewel, dan zijn er nog een paar interessante dingen die ik nog even wil laten zien. Stel, je wilt bijvoorbeeld wat informatie hierover opzoeken. Je kan naar de strategieën gaan. Kan je vanaf hier heel mooie strategieën zien. Stel, jij wilt jouw portfolio delen, dan kan je dat doen via de delen optie. Dan kan je hem delen met iedereen die je wilt. Die kan hem dan kijken. Dat kan je ook uitzetten overigens. Maar je kan hem op die manier dus delen, zodat iedereen jouw portfolio kan zien met de link. Je kan daarin bepaalde dingen bijvoorbeeld uitzetten, nou, et cetera. Zo kan je een hele hoop doen hiermee. Maar wat ik heel interessant vind, is de roadmap. En daar zie je eigenlijk een hele waslijst aan features die ze hebben toegevoegd. Je kan suggesties indienen. En daar luisteren ze echt naar. Ik heb eerder al eens een hele hoop suggesties ingediend. En er wordt echt naar geluisterd. Ze ziet ook waar ze mee bezig zijn op dit moment. Daar kan je wat meer informatie over zien. En hoe dat loopt. Ze houden je echt goed op de hoogte. En dat is heel netjes. En je kan hier dus ook zien wat er ingepland is en wat er komen gaat. En dat is dus wat ik zei, een aantal zaken over het dividend. Zo kan je zien wanneer de verwachte dividenden zullen zijn. Nou, dat zijn dingen die er mogelijk in de toekomst gaan komen. Die zijn dus ingepland. Heel erg interessant en heel fijn is, ze hebben ook een helpcenter en een hele community. In de helpcenter vind je heel veel artikelen en ook in de community is een actieve community waar je ook eventueel in kan bijdragen, waar je in kan meedoen. Wat echt heel leuk is om dat met gezamenlijke beleggers te doen. En dat alles is de Portfolio Dividend Tracker, oftewel PDT. Mocht je nou gebruik willen maken van PDT, kijk dan zeker even naar de link in de beschrijving om gebruik te maken van PDT tegen een lager tarief. Maar wees er snel bij, want die actie loopt tot 29 februari. Mocht je nou nog vragen hebben over PDT, laat het dan weten in de reacties. En mocht je een nieuwe video willen zien, klik dan hier om mijn portfolio te bekijken.